Akwasi en voor vandaag ben ik de presentator. Deze stelling eens, want het is in het algemeen heel moeilijk te controleren of iemand gezond leeft of niet. Oké, dat is interessant. Je zegt eigenlijk meteen, je geeft meteen je mening. Zullen we even vragen ook aan de zaal of ze het eens of oneens zijn met deze stelling? Als jongeren gezond leven, verdient dat een beloning? Laat maar even zien. Rood of groen? En jij had meteen een kaartje, dan weet je meteen waar je staat. Rood of groen? Oneens heb ik gehoord. Als er beslag wordt gelegd op jouw auto, bijvoorbeeld, die willen ze verkopen, ze komen langs, je bent niet thuis. Hangen ze gewoon een briefje op je deur met een foto van je auto en dat het verkocht wordt. Dat is gewoon, dat vind ik, persoonlijk vind ik dat schandalig. De winnaar van het beste advies van dit jaar is Bette. Ja, was jury, waar lette jij vooral op bij de discussieerders? Ik lette vooral op de sociale houding, maar ook de sociale vaardigheden. Hoe sta je, hoe spreek je? Maar luister je ook wel naar wat een ander te zeggen hebt? Of denk je alleen, ik wil dit zeggen, ik wil dat zeggen? Dus daar let ik voornamelijk op. Goedemiddag Victor, winnaar van vorig jaar de debat battle. Hoe vond je het gaan dit jaar? Ik vond het heel goed gaan. Heel veel jonge mensen met hele goede inzichten, ook wat oudere mensen dit jaar. Maar heel veel goede dingen gehoord, waar we denk ik de hele hoop mee kunnen. Is goed. En het ging dit jaar over schulden, over bij jeugd. Vond je het een interessant onderwerp om goed over te discussiëren? Nou, ik denk vooral dat het een heel belangrijk onderwerp is om voor de jeugd ook over te discussiëren. Ik denk dat het vrij vaak, wat de jeugd betreft, dat er veel te weinig over wordt verteld. Veel te weinig over wordt gesproken. Waardoor heel veel jongeren, heel onwetend zeg maar, die daarin gaan.